ben meest trots op wat ik heb kunnen realiseren op dit moment. Vooral met mijn vast werk, vast inkomen, met mijn verdienen een vaste relatie. Dat we samen achter het punt staan voor het op te bouwen. En ook dat ik het gewoon niet heb lekker alleen staan. Het verhaal begint eigenlijk toen we heel jong waren, dat we uit school zijn gehaald door de jeugdbrigade. En zo zijn we eigenlijk in het leventje van jeugdzorg terechtgekomen. Doorheen de echtscheiding van onze ouders. Dat liep moeizaam, jeugdrecht is tussengekomen. We hebben heel veel plaatsingen gehad en vandaar. Mijn zus en ik, we zijn eigenlijk samen vaak geplaatst geweest, tot op een bepaald moment. Dan ben ik ook even alleen geplaatst geweest. Eigenlijk waren we altijd kat en hond, eigenlijk, als we het zo mogen noemen. Maar we waren toch altijd voor elkaar als één het nodig had. Ik werd vroeger vaak gepest op school. Totdat mijn zus ooit eens erachter kwam, omdat ik dat ook voor mijn eigen hield. En zij stond dan achter die pestkoppen en ze verschoten wel. Opgroeien in een leefgroep heeft mij eigenlijk een familiaal gevoel gegeven. Ik had overal mijn vrienden, ik had overal mijn vrienden om me heen. Dat vond ik vooral belangrijk. En ik had mensen waar ik eigenlijk in kon gaan als ik problemen had. School, privé, maakt niet uit. Die mensen stonden daar. Ik had bij bepaalde begeleiders niet het gevoel, of instellingen, niet echt het gevoel dat ze er voor mij waren. Maar eigenlijk achteraf gezien hebben die mij wel geholpen. Maar dat zie je er niet direct in. Dus daarmee heb ik eigenlijk de raad gegeven. En wacht altijd even af, maar begeleiders zijn er niet om u te amputeren of om u te plagen, maar om u te helpen. Het volwassenheid is op een heel jonge leeftijd gekomen. En dat vind ik wel eigenlijk dankbaar, omdat ik mij soms reflecteer met de jongeren van mijn leeftijd. Maar denken soms anders. Bijvoorbeeld jongeren die denken veel aan feesten of zo. Ik zit liever thuis in de zetel met mijn vriendin naast mij. Dat vind ik aangenamer, als ik zo mag noemen. Ik weet wat ik heb en ik heb liever wat ik heb.